3D-reshaper is ook zeer geschikt om analyses te gaan uitvoeren op puntwolken of op meshes. In dit geval voor bijvoorbeeld een tunnel, een inspectie, laten we zeggen. We hebben enerzijds de tunnel ingemeten met een mobile mapping systeem en intussen al een mesh van gemaakt, dus een vlak model van gemaakt. Nu, we hebben ook een theoretische tunnel. Deze. En je ziet dat hier uiteraard die hoeken mooi recht zijn. En we willen die twee tunnels met elkaar gaan vergelijken. We kunnen uiteraard een vergelijking gaan maken in 3D. Zeggen dat we kleurenverschillen gaan krijgen op een 3D-model. Maar in dit geval gaan we een vergelijking maken op basis van doorsnedes. Dus we willen eigenlijk iedere, laten we zeggen, 20 meter doorheen deze tunnel een doorsnede gaan maken. En voor iedere doorsnede de vergelijking gaan maken tussen de theoretische tunnel en de echte tunnel. Het eerste wat we daarvoor nodig hebben is eigenlijk de aslijn van de tunnel. In dit geval hebben we die nog niet. Ik ga even mijn tunnel een beetje transparant zetten. Dus nu kan je erdoor kijken. Nu de aslijn zelf die zou je kunnen gaan tekenen zelf. Dat is behoorlijk veel werk. Maar in 3D Reshaper hebben we daar ook bepaalde functies voor. Dus onder Polyline vind je hier bijvoorbeeld, als we de tunnel aanklikken, kan je het commando neutrale as zoeken activeren. We gaan een keertje automatisch proberen en dan komt 3D Reshaper terug met deze lijn. Ziet er op zich best wel goed uit, lijkt mij. Dus gaan we direct naar de volgende stap. Je kan nog een beetje gaan verder specifieren welke doorsnede dat je tunnel heeft, min of meer cirkelvormig of eerder rechthoekig. En op basis daarvan gaat hij de lijn dan verder gaan verfijnen. Zo. Oké, dus nu hebben we de aslijn. We gaan beide meshes terug activeren. En we gaan alles gaan selecteren, zowel de aslijn als de twee meshes. En dan gaan we in de surveying module doorsnedes gaan genereren. Dus ik zei, iedere 20 meter willen we een doorsnede gaan genereren. Of laten we zeggen, iedere 10 meter. Zo. We willen deze in een grid zien, maar ook in 3D. En dan gaan we een preview gaan opvragen. Blijkbaar wil je niet. Ah ja, dat is omdat ik hier een bepaalde optie heb aangevinkt die in dit geval niet nodig is. Dus we willen uiteraard de volledige doorsnede gaan controleren op een doorsnede en niet enkel binnen de 5 meter. Dus gaan we nog een keertje een poging wagen. En nu krijgen we dus inderdaad alle doorsnedes te zien. Dus aan de linkerzijde zie je de doorsnedes op het 3D-model en aan de rechterkant zie je de doorsnedes in een grid verschijnen. Even gaan inzoomen, zie je dat de doorsnede wordt gemaakt zowel door de theoretische tunnel als door de echte tunnel. En die twee doorsnedes willen we nu eigenlijk bij elkaar gaan vergelijken. Je zou uiteraard voor iedere doorsnede apart een vergelijking kunnen gaan maken, maar het mooie is dat binnen deze surveying module dat je dat direct kan doen. We zien hier onderaan de optie Compare the Cross Sections. Dan gaan we daarop klikken. We willen de vergelijking maken in een grid. Ja, doe maar een preview. En dan krijg je eigenlijk alle doorsnedes met een vergelijking erbij. Dus je ziet alle afwijkingen. De grootste afwijkingen worden omkaderd. De afwijkingen krijgen op zich ook een kleurtje die aangeeft hoe groot dat de afwijkingen zijn. Een soort van kleurenschaal. En op basis hiervan kan je dan eigenlijk ook direct een rapport gaan genereren. We kunnen zeggen dat we dit willen gaan printen voor alle doorsnedes. Even kijken. We gaan in meter werken. En hier zou ik graag een preview van willen hebben. Zo. En dan krijg je dus eigenlijk een rapportje. Uiteraard kan je dit rapportje helemaal gaan aankleden zoals je dat graag zelf wil, met je eigen logo, je eigen legende en zo verder. Maar
Dit is een standaard voorbeeldje. Je ziet dus dat ieder doorsnede mooi gevisualiseerd wordt op een A4'tje met de kleurenschaal erbij en zo verder. Dus heb je dadelijk een rapportje gegenereerd van alle doorsneden. Zo, en uiteraard kunnen we daar dan ook mooie animaties van maken. We zullen even die theoretische toon gaan uitzetten. We gaan een perspectiefzicht opvragen en dan kunnen we ons een beetje beter positioneren. Beetje rechter. Zo. Ik ga de aslijn gebruiken als de lijn waarop dat we gaan bewegen als camerapad. En dan kunnen we direct eigenlijk een animatie gaan genereren.